Goedenavond, dames en heren. De 15e Elfstedentocht is, of wordt liever gezegd, verreden. En daarom zitten we hier bij de finish in Leeuwarden, bij de Bonkenvaart. Terwijl veel toerrijders hun vaak eenzame tocht door de Poolkou voortzetten, is winnaar van de 15e Elfstedentocht Henk Angenent al gehuldigd. 4 wedstrijdrijders moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. En dat geldt ook voor zo'n 20 toerrijders. En de EHBO krijgt het op het ogenblik alsmaar drukker. Veel mensen met blaren melden zich en er zijn enkele tientallen gevallen van bevriezing. Dan gaat het om oren, ogen, vingers en tenen vooral. Het valt reuze mee, vindt men overigens bij de EHBO, maar men vreest wel voor aanmerkelijk meer uitvallers, nu met het duister de kou ook nog weer veel erger wordt. Veel toeschouwers wachten dat overigens niet af, hier wel nog op de Bonkenvaart, maar elders langs de route vertrekken heel veel toeschouwers al, die gaan weg naar huis. En ook veel wedstrijdrijders zitten inmiddels in het café achter hun Berenburg. Met z'n vijven gaan de wedstrijdrijders op de finish af. Maar de eindsprint tussen twee schaatsers beslist de 15e Elfstedentocht. Henk Angenent en Erik Hulsebos, de grote favoriet. Maar Angenent wint met miniem verschil. En daarna is er natuurlijk de huldiging voor de nieuwe koning van de Elfstedentocht. Niet alleen de lauweren voor Angenent, maar natuurlijk ook voor Klasina Seinstra, die bij de vrouwen als eerste finishte. Op het moment van de huldiging zijn nog duizenden toerrijders onderweg. Ik ben om 7 uur al gestart. Het is een zware tocht. Van Stavoren af, vol tegenwind. Voor oude helden is er een extra warm onthaal. En ook geldt dat voor oud-wereldkampioen Johan Olaf Kos. De snijdende kou brengt een hoop toerrijders in de problemen. Zeker naar Harlingen, waar de wind pal tegen is. Veel schaatsers moeten afhaken met bevriezingsverschijnselen. En de lage temperatuur gaat ook het publiek niet in de koude kleren zitten. Eén incident is er vandaag in een verder overigens vlekkeloos verlopen Elfstedentocht. Tijdens de wedstrijd schept een motor van de NOS een toeschouwer. Wonder boven wonder bleef die ongedeerd op wat blauwe plekken na. Maar dat is dan ook het enige. Verder is het feest, feest en nog eens feest. In Franeker, in Harlingen, hier aan de Bonkenvaart. Eigenlijk overal in Friesland. En dat zal nog wel even zo blijven. Sneek liep massaal uit om 5:30 vanmorgen. De rijders die door Sneek klunden waren nog optimistisch. Pas 22 kilometer in de benen en wind mee. Om 12:30 middags passeerde de laatste toerrijder. En die zal Dokkum niet voor sluitingstijd meer kunnen halen. Want die laatste stad voor de finish die sluit vanavond om 11:00. Van 6:15 tot 11:30 vanochtend hoorde je dit in Sneek. Het geklapper van het gekluun. In Sneek, de eerste van de 11 steden waar ze doorheen kwamen, moesten de rijders klunen. Bij de wedstrijdrijders gaat dat klunen, net als het schaatsen trouwens, heel hard. De toerrijders hebben soms wat minder haast. Met of zonder beschermers of op de punten. De kunst van het klunnen is op de been te blijven. Ik denk dat het voor de omstanders te veel is, maar dat geklapper de hele dag door, dat is toch ook niet lekker wel. Maar voor u? Voor mij niet. Ik vind het lekker. Even onderbreken. Hè. De brug, de laatste stuiver, gold deze week als een van de knelpunten op de route. Daarom werd er ijs getransplanteerd. Slechts een deel van de rijders ging over dat kunstmatige natuurijs heen. Het ijs was prima. We hebben de wedstrijdrijders door kunnen laten gaan. En enige duizenden, ik denk wel een 1,000 of 4, 5 toerrijders. En daarna kwam het water wat omhoog. En dan wordt het wat gevaarlijk als ze vallen. Want het ijs op zich is de kwaliteit niet zo best onder de brug.
En om natte mensen te voorkomen, hebben we gezegd, we gaan de kluunplaats nu in gebruik nemen. En dat gaat prima. En waar gekluund wordt, wordt gegeten en gedronken. Nou, wij zagen dat de mensen hier toch best wel heel erg trek hadden in een beetje lauw water. En we kunnen het haast niet aanslepen. Dus, het is lauw water. Ja, lauw water. Ja, dank u. Ja, want anders is het te koud, omdat het natuurlijk buiten al koud is. Is lauw water een beetje beter. Dank u, mevrouw. Ja, graag gedaan, meneer. Succes. Zo druk het er 's ochtends was, zo uitgestorven is Snake 's middags. Alle rijders zijn gepasseerd. Er kan dus opgeruimd worden. Of toch niet? Dankjewel, dat vind ik keurig. Sterk, hè? Hey, gelukkig. Jongens, ik moet er weer vandoor. De laatste? Ja. Ook het laatste verdrokken, maar ik heb nog niemand ingehaald, dus ik kan het ook niet helpen. Yeah! Ja! Dankjewel, hè. Positief blijven denken, jongens. We gaan weer. We weten niet waar die meneer op dit moment is. In Harlingen is de tevredenheid over het verloop van de Elfstedentocht immens. Er hoeft niet gekluund te worden, zijn weinig uitvallers. Het is een groot feest met een gelukkig rajonhoofd. Rajonhoofd Cinema inspecteerde vanochtend zijn troepen voordat hij zich met zijn vrouw op het ijs begaf voor de aankomst van de eerste wedstrijdrijders in Harlingen. Op het moment dat de toerrijders in Harlingen aankomen, wordt het pas echt feest. Die wedstrijd is ook leuk, maar dit is veel massaler. Iedereen geniet. Ik vind dit mooier, hoor. Het gaat geweldig, Kan niet mooier. Het is één grote happening. Ondanks de snijdende kou viel het in Harlingen mee met de uitvallers. Maar de singelbrug is iedere tocht wel voor één schaatser te laag. Deze man moest de rit beëindigen met een flinke hoofdwond. Meneer, het gaat niet meer. Nou, hij heeft zeer de tenen. Misschien dat het straks weer over gaat, maar nee, we aanwachten. We zijn niet bevroren? Nee, dat is niet. Er zit nog wel gevoel in. Maar het doet hartstikke zeer, dus ja, ik laat ze even een beetje bekomen. Maar los van een paar gewonden vielen voor rajonhoofd Cinema niets te klagen. Zelfs de gevreesde kluunplaats hoefde niet gebruikt te worden. Er valt nu weer een hele last van je af, nu alles zo goed gaat, hè? We hebben een fantastische dag gehad en ik hoop van het publiek ook. Maar straks om 17:15 gaan we definitief sluiten. Dan mogen de schaatsers niet meer door. Nee, dan mogen de schaatsers niet meer door. Dan stempelen we niet meer af. Ja, dat is Harlingen. De Elfstedentocht wordt ook wel eens genoemd het Friese carnaval. Nou, zo is de sfeer ook een beetje. En zo was die zeker ook gisteravond. En het is carnaval in Bartlehem vandaag. De rijders passeerden in grote getalen het wereldberoemde bruggetje. En ze werden door een wild enthousiast publiek onthaald. Maar Bartlehem is het knelpunt in de Elfstedentocht. Berucht en gevreesd. Harmen Roeland, hoe is het daar nu? Het is hier ongelooflijk verschrikkelijk koud. En als de rijders hier binnenkomen onder dit wereldberoemde bruggetje, komen ze vanaf de Vinkumervaart. En dat is een stuk van 6 kilometer vanaf Oudeleien richting Bartlehem. Laag akkerbouwgebied, geen enkele bomen, geen huizen. De wind heeft er vrij spel en het is een loodzwaar traject. Als je de schaatsers hier binnen ziet komen, sommige schaatsers kunnen gewoon niet meer. Ze vallen neer op het ijs, het ene persoonlijke drama na het andere. Maar ze mogen doorrijden als ze nog kunnen. Uitvallers horen bij de Elfstedentocht. En dat zei de man die vandaag de gelukkigste dag in zijn leven meemaakt, rajonhoofd Sjerk Velstra. Ja, want het is een lekkere ouderwetse Elfstedentocht. Leuk wind. Sneeuw hoeft er voor mij niet te komen, want daar hebben we daar weer werk van. Maar het waait lekker en het is een zware tocht vanuit hinderlopen. Haast alles tegenwind in tot aan Dokkum toe. En sneuvelde een hoop. Het is jammer, maar ja, het hoort erbij.
pretband Kleintje Pils uit Sassenheim houdt hier in Bartlehem het publiek op temperatuur. De band staat sinds vanochtend vrijwel ononderbroken te spelen op het ijs. Bartlehem is ouderwets. Het buurtschap Bartlehem is nu beter voorbereid op de duizenden Elfstedenfans. Er zijn toiletten, er zijn tenten met verwarming, er kan worden gegeten en er kan worden gedronken. Een uur geleden is in Bartlehem één rijder van het ijs gehaald. Met vermoedelijk een schouderfractuur. Het is tot nu toe het enige incident hier. De sfeer is verder prima. En volgens rayonhoofd, Sjerk Velstra, verdient het publiek applaus voor haar voorbeeldig gedrag. Ja, en Leeuwarden is echt het einde. Hier aan de Bonkevaart, bij de finish. De duizenden mensen trotseren hier nog steeds die verschrikkelijke kou. En ze weten werkelijk van geen ophouden. In Mekka trekken duizenden en duizenden deze ochtend naar de Bonkevaart in Leeuwarden. Vandaag het heiligste ijs van Nederland. Hier wacht namelijk na 200 kilometer ploeteren en zwoegen voor de schaatsers de verlossing. De finishlijn dus. En die apotheose willen ook de VIP's niet missen. Hoewel ze van voorzitter Kroes van de vereniging De Friese Elfsteden van het ijs moeten. Dit, jongen, is zo prachtig. Dit is sportoptima forma. Dat is Friesland, dat is Nederland. Het is absoluut het einde. De finish is natuurlijk die van Henk Angenent. De chaos na afloop is ouderwets. Alle politie-inzet ten spijt. Voor de verliezer van de eindsprint, Erik Hulsebos, is er de betrekkelijke rust van de EHBO-tent. Een EHBO-tent waar ook later Bart Veldkamp zich meldt. De schaatsbelg moet over alweer 6 dagen het EK in Heerenveen rijden. Maar de Elfstedentocht is voor hem belangrijker. Kijk, ik probeer wel mee te doen als ik genoeg hersteld ben. Ik heb een aardig grote blaar om mijn hiel, dus ik weet niet of ik nog in mijn schaatsen kan. Maar ik doe het denk ik wel mee, maar het is ondergeschikt. Dit is veel malen mooier. Tot 14:45 kunnen de wedstrijdrijders hun laatste stempeltje halen. Velen halen die limiet niet. Ja, ik heb wel een mooie dag gehad daarom, hoor, maar ik vind het wel ontzettend jammer. Ja. Dat is wat belabberd. Ik heb al 2 keer huisjes, dus volgende keer me naartoe. Maar... Voor de gelukkigen en ongelukkigen wacht een speciale warme bus. De toerrijders komen intussen en masse over de streep. Ook tweevoudig winnaar Evert van Bentum is daarbij. Het is een beetje ook mijn Elfstedentocht. Ik ben trots op de Elfstedentocht. En voor mij is dit het mooiste wat er is. En voor mij weer een onvergetelijke dag. 1 toeschouwer heeft geluk. Zij kan, met dank aan de politie, heel even zelf ervaren wat het is om te finishen op de Bonkevaart.